hier in het Ink Hotel. Ja. Welkom, Diami. Ja. Hier was ook jouw boeklancering een paar weken geleden alweer. Hoe voelt het om hier weer te zijn? Ja, superleuk. Het is wel echt heel mooi, want de kamers zijn altijd heel mooi. En als ik hier binnenkom, denk ik altijd van, ah, het is zo leuk om weer te zijn. Want hier is gewoon zo'n leuke herinnering en associatie. En de boeklancering was heel erg leuk. En nou ja, het boek is nu uit. En dat is natuurlijk gewoon nog steeds heel onwerkelijk. En is er iets veranderd in die drie weken? Dat het boek natuurlijk door iedereen gelezen kan worden. In het begin was ik echt mega zenuwachtig, want het is best wel een persoonlijk verhaal. Ja. En nu ligt het gewoon open. En ik dacht, hoe zouden mensen erop reageren? Want het is toch een verhaal dat ook vriendinnen soms niet wisten, sommige delen. Het ligt nu gewoon overal. En wat is een van de mooiste reacties die je tot nu toe hebt gekregen? Er was bijvoorbeeld één meisje die zei van, mijn allerbeste vriendin die is afgelopen week opgenomen. Die ligt in het ziekenhuis en ik mocht niet langskomen. En toen zei ze van, ja, ik begreep het maar niet en ik werd maar boos op haar. Omdat ze ziek was. Ja. En zei van, ik snap niet waarom je niet eet. En toen had ze het boek gelezen. En toen zei ze van, oh, nu was, begrijp ik het. Dus ging ze naar de vriendin, ging ze langs in het ziekenhuis. En heeft gezegd, ja, het spijt me heel erg. En, ja, maar dat komt ook voort uit machteloosheid, denk ja, ik, dat niet? Komt heel erg voort uit machteloosheid. Want als je beste vriendin zichzelf bij wijze van spreken uithongert, denk je ook van, yo, dat vind ik ook niet leuk. Hoe gaat het nu met je? Ja, gaat goed. Ja? Ja, leuk. Wel druk, maar wel goed. En hoe vind je al die aandacht? Vind je dat versterkt dan toch ook niet weer een klein beetje je onzekerheid? Nee, aan zich niet. Ik vind het heel erg mooi juist hoe iedereen er zo positief op reageert. En ik had zelf soms ook niet verwacht dat het zoveel impact op mensen zou hebben ofzo. Dat mensen zo goed reageren, dat vind ik gewoon echt heel bijzonder. Je boek heeft als titel Niet wat jij denkt. Ja. En als ondertitel hoe blog en YouTube mijn leven met anorexia veranderden. Ja. Wat bedoel je met die titel? Nou, het is eigenlijk gaat het over hoe ik begon met bloggen. En dat kwam eigenlijk voort uit het feit dat ik anorexia kreeg. En nou, dan ga je geen sociale dingen meer doen. Want overal van sociale dingen, daar is wel eten. En daar ben je toch angstig voor. Dus dan probeer je eigenlijk een beetje te voorkomen. Dus dan kom je een soort isolement eigenlijk. En dan zocht nog wel een hobby van wat kan ik nou doen dat niet al te veel energie kostte. Want ik ben toch nog wel moe, want je eet niet heel veel. Ja. En daar kwam bloggen eigenlijk uit. En mijn blog had ik heel erg leuk over fashion, beauty, lifestyle. Echt dingen waar ik me graag mee bezig hield. Maar ja, het leek allemaal heel erg leuk altijd. Maar anderzijds zat er nog wel altijd die eetstoornis achter. En stel nou dat er geen social media had bestaan. Ja. Wat was er dan met jou gebeurd? Ik denk dat dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk, want ja, ik weet niet hoe het dan allemaal ging natuurlijk. Maar ik denk dat mijn ziekte dan wel een hele andere draai had. Voor mij was zo'n blog wel, hoeft niet positief negatief te zijn, gewoon een andere draai. Maar voor mijn blog, een YouTube was destijds echt mijn uitlaatklep. En hoe ben je bewust van het feit dat jij zelf nu weer een rolmodel bent voor andere jonge meiden? Nou, ik merk wel heel vaak van dat meiden inderdaad zeggen van, wow, je hebt me echt geïnspireerd. En ik voel me toch wel verantwoord dat ik een voorbeeldfunctie heb. Dus ik kijk wel uit naar wat ik zeg en wat ik doe. En ik probeer me ook voor dingen inzetten, zoals programmeren onder fraude. Ja, er is een tekort. Ik vind het tof om me daarvoor in te zetten. Ja. Of ik heb laatst ook een video gemaakt over Trump en de verkiezingen. En ik denk dat is wel erg belangrijk om je daar als voorbeeld voor in te zetten. Maar ook de jongeren daarin. Je wil verder gaan dan alleen maar de fashion. Ja. En je wil laten zien dat er meer is. Veel meer is inderdaad. Wat was voor jou het kantelpunt dat je besloot van zo kan het echt niet verder? Dat is in het boek zit, het hoofdstuk zit, dat is het eigenlijk het stuk in het ziekenhuis. En ik durf eigenlijk niet al te veel over te spoilen, want het staat natuurlijk in het boek. Nee, je moet oppassen voor spoilers. Ja, ja, ik wil niet zeggen. Ja, klopt, je moet het lezen, ja. Maar je ziet ook heel duidelijk in het boek zelf, qua vormgeving, dat echt het kantelpunt was. En eigenlijk, op dat moment dacht ik van, als ik zo door blijf gaan, de weg loopt eigenlijk dood. Ik kan niet zo door blijven gaan, want het kan gewoon niet. En was dat voor jezelf of was dat meer ook voor je ouders of je omgeving dat je dat voelde? Meer voor mezelf. Ik dacht van, maar het lijkt me ook het beste, want het moet vanuit jezelf komen. Ja, ik denk ook echt, het moet vanuit jezelf komen. Want niemand kan jou eten geven. Het heeft geen zin als iemand eten in je mond voert, want zo werkt het niet. Nee. Maar wat voor tips zou jij dan geven aan de omgeving van meisjes die kampen met een eetstoornis? Vind ik altijd een hele moeilijke, want voor iedereen is het heel erg persoonlijk. Kijk, je bent al de hele dag bezig met eten en wel of niet eten. En als je dan even ergens bent waar je het leuk hebt en je het idee hebt van, oh ja, er is ook iets anders in de wereld dan eten, dan is dat heel prettig. Afleiding, ja. En op het moment dat iemand zich toch nog met eten gaat bemoeien, vaak pakt dat toch verkeerd uit. Oh, dus echt gaat letten op van wat eten. Ja, en vaak wordt dat alleen maar irritant. Dus ik heb het meeste gehad dan eigenlijk mijn vrienden of vriendinnen of zus of zo die gewoon
ja, voelde als een zus die haar steun gaf op haar manier. Natuurlijk, want dan heb je het ook het gevoel waarschijnlijk dat ze het van je af willen pakken. Ja, klopt. Ja. Ja. En vaak is het toch heel moeilijk om als iemand in de omgeving het goede te zeggen. Want alles kan triggerend zijn. Ja. Dus het is heel moeilijk. En je zit ook toch in een soort machteloze positie. En ik geloof heel erg in dat iemand pas echt kan genezen als bij hem of haar een knop omdraait. Hoe lang ben jij nu ervan af? Ik denk ongeveer nu 3 jaar dat ik er niet zo'n last meer van heb, zeg maar. Ja, ik denk zelf altijd, sommige mensen denken dat je wel kan genezen. Zelf denk ik, je blijft er altijd gevoelig voor. Ja. Net als, stel je bent alcoholist geweest, je weet het is een zwakte en je moet ervoor oppassen. En ik weet op het moment dat ik voor het heel stressig ben, ik weet van, oh, dit is iets waarvoor ik moet waken. Dat ik hier niet in terugval. En waar droom jij nog van? Waar ik nog van droom? Moeilijk. ik vind zelf in het boek natuurlijk ondernemen en programmeren ook heel erg in voor. Dus ik hoop me daar later ook iets meer op te kunnen focussen. Vind ik heel tof. Reizen komt er ook heel erg voor. Ik ben echt dol op reizen. Ja. Dus dat vind ik heel erg tof. Ja, en dat eigenlijk. En mijn YouTube en blog is gewoon al een droom dat uitkomt dat ik dat kan doen. En dat is goed. Dat je ervan kan leven ook. Ja, En waar ben je het meest trots op wat je tot nu toe hebt bereikt? Oh, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Want het is niet iets waar ik echt trots op ben, of tenminste één specifiek iets. Ik denk het hele plaatje. Ik ben heel trots op wat ik kan doen en dat het allemaal mogelijk is eigenlijk. In hoeverre hebben de culturele verschillen tussen jouw ouders, dat jouw vader is Nederlands en jouw moeder is Chinees, ja. In hoeverre hebben die verschillen nog invloed gehad op jou en jouw ziekte? Nou ja, je merkt bijvoorbeeld wel toen ik ziek werd. Voor mijn moeder was er toch wel meer een soort onbegrip, want zij is natuurlijk best wel opgevoed in de tijd. Net na de, beetje heel zo jong, de culturele revolutie. Mm-hmm. En er was gewoon echt een grote hongersnood in China. En daar is eten gewoon echt een soort van medicijn. Ja. En dat werd als zo belangrijk iets gezien, omdat zij zo'n hongersnood hebben meegemaakt daar. Die begreep dat zelf niet zo, dat iemand ooit in haar omgeving ook zelf zei. Weet je wat je moet doen met je kind? Geef het 3 dagen geen eten en daarna komt het smeek naar je toe of het eten mag. Toen dachten we ook van, zo werkt de ziekte niet. Nee. Maar uiteindelijk begreep ze het wel. Maar vooral in het begin merk je wel dat ze toch anders over nadenken. Puur vanuit haar cultuur. Ja. Voor iedereen die een succesvol blog zou willen opzetten. Ja. Wat is dan jouw ultieme tip? Blijven doorgaan. Blijven doorgaan. En gewoon hard werken. Daar geloof ik altijd heel erg in. En het allerbelangrijkste vind ik ook altijd doen met passie en liefde. Je ziet nu heel erg veel dat mensen voorbij spreken gaan beginnen voor geld. En ik van, dat werkt niet. Dat werkt gewoon niet. Nee. Dus als je het doet, doe het met liefde en passie. En het is ook heel erg belangrijk dat je het proces leuk vindt. Want daar doe je het eigenlijk voor. Ja, maar het boek ziet er echt heel erg mooi uit. Het is op bijzonder vorm gegeven. Wat vind je er zelf mooi aan? Ja, ik vind het dus die zwarte en witte pagina's heel vet. Want juist die zwarte pagina's zijn eigenlijk, ook met het idee, de zwartste pagina's uit mijn leven. En hoe beter het eigenlijk gaat, hoe lichter ze worden. Dus op een moment zie je ook, hier zie je hem lichter worden. Ja, en dat het eigenlijk gewoon beter gaat. En ook voor de rest, die blogposten doorheen, of die WhatsApp-gesprekjes. Het is heel levendig. Ja, het is heel levendig inderdaad. Ja. En dat vind ik heel tof. Dat het toch net iets anders is dan de meeste boeken. Ja. En wat ga je doen? Want dit is je laatste jaar van de middelbare school. Ja. Wat ga je hierna doen? Ik wil in ieder geval eerst beginnen met een jaartje even. Ik zou heel graag willen reizen, dus een paar maanden kijken of een paar maanden kan backpacken. Lijkt me heel erg mooi. En uiteraard met YouTube en bloggen wil ik kijken van, joh, wat kan ik dit jaar doen? Want ik heb nu afgelopen jaren heel erg alles gecombineerd. Het lijkt me heel erg lekker om even een jaar te kijken van hoe is het nou als ik het een jaar niet hoef te combineren. En ik ben eigenlijk een focus op waar zijn mijn doorgroeimogelijkheden. Ja. Dus dat ik het gevoel heb van dat kon ik afgelopen jaar niet zo doen. En misschien dat ik dan zeg daarna van joh, ik heb de behoefte om te studeren. Wat wil ik doen? Misschien dat ik zeg ik wil me focussen op mijn carrière. Ja, ik wil kijken wat er op mijn pad komt. Ik ben wel iemand die ondernemen heel tof vindt. Maar even kijken van wat lukt, wat wil ik proberen en... dat is een beetje een soort van testjaar om aan te voelen van wat werkt en wat niet en wat wil ik. En dat is toch grappig, hè? Want dan heb je een YouTube en een kanaal en Instagram en allemaal alles online. En dan toch iets tastbaars. Ja, en dat is het mooie aan een boek. Het is heel tastbaar en dat vind ik er heel vet aan. Het is toch het hoogst haalbare. Ja, dus het is echt heel cool. Gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Dat maar heel veel meiden mogen lezen. Ja. Dank je voor je tijd. Ja, dank je wel. Succes.